Je hebt een abonnement, toch? Ja. Gebruik je veel data? Heb je veel data? Ik heb best wel veel data, want ik zit echt heel veel op die telefoon. Ja, je zit echt heel veel op die telefoon. Oké, whatever. Lees die vraag nou maar voor. Ja, ik wou net zeggen, waarom ik hierover begon is gewoon omdat we de vraag hebben gekregen van Axel. En die stuurde, ik heb heel weinig data binnen mijn telefoonabonnement. En ik ben er vaak binnen 2 weken al doorheen. En dan volgt aan het eind van de maand een dikke rekening en zijn mijn ouders boos. Doei, Axel van 13. Wat ik sowieso altijd doe, is dat sowieso ook handig dat je telefoon niet bepaalt wanneer jij je appjes binnenkrijgt. Is gewoon altijd op vliegtuigmodus zetten. En wanneer je op je telefoon kijkt, dat je hem dan even afhaalt, al je data laat binnenkomen, even alles reageert en dan weer op vliegtuigmodus zetten. En weet je dat je ook kan instellen dat als je op je abonnement internet zit, dat hij dan alleen WhatsApp gaat refreshen bijvoorbeeld. Oh, ja. En als je op wifi zit, dat alles. Dus ja. Dat je daarvoor kan kiezen en dat kan je aan uitzetten. Dus als je de ene keer Facebook wil, dan doe je dat eventjes aan. En zo kan je er heel veel in beperken. Maar ook filmpjes kijken op Facebook en YouTube en zo. Ja. Kost heel veel internet. Ja. En je hebt tegenwoordig overal wifi. Ja. Het is echt bizar. En je kan bij je abonnement kijken of je misschien belminuten en sms'jes kan inruilen voor meer data. Ja, het is tegenwoordig allemaal zo flexibel. Dus, Je apps afsluiten is denk ik een van de belangrijkste dingen, want anders blijft die refreshen. Ja, en dan gaat ook je telefoon sneller leeg. Nou, Axel, ik hoop dat je met deze tips de maanden door kan komen. Ja, en ik hoop ook niet dat je dit filmpje op je telefoon hebt gekeken, want YouTube kost veel data. Oh ja, goeie tip.